sketches in theatershow met oude sketches en nieuw materiaal. En ze hebben hun voorliefde voor onzin nog lang niet verleerd. I wish to complain about this purple I purchased not half an hour ago from this very boutique. Oh, yes, the Norwegian blue. What's wrong with it? I'll tell you what's wrong with it. It's dead. That's what's wrong with it. No, it's rescued. Look like that. I know a dead parrot when I see one, and I'm looking at one right now. De sketch van de dode papegaai, een van de tientallen sketches uit Amerikaanse Flying Circus, een televisieshow vol absurde humor, surrealistische animatiefilmpjes en onvergetelijke kindertjes. Gezelschap Graham Chapman is eind jaren 80 overleden. Maar Eric Idle, Michael Payne, John Cleese, Terry Jones en Terry Gilliam willen nu opnieuw gaan samenwerken. In juli volgend jaar zijn ze een theatershow aangekondigd in de O2 Arena in Londen. Ze maakten dat bekend op een persconferentie in Brussel, Montecarlo. Show zal niet materiaal zitten, maar ook de oude toppers, want dat wil het publiek. Nu als die van een legendarische rockband dus, maar de tickets worden goedkoper beloven ze. Veldrijder Sven Nys heeft voor de tweede keer in zijn carrière de kristallen fiets